Radio Nieuwsdienst ANP. Er zijn geen aanwijzingen voor een spoedig einde aan de gijzering in Amsterdam, die vandaag haar dertiende dag ingaat. De zes of zeven Zuid-Molukse bezetters van het Indonesische consulaat Generaal en hun ongeveer 25 gijzelaars hebben gisteravond erten met brood gekregen. Dominee Metiari heeft gistermiddag gesproken met de autoriteiten in het Amsterdamse beleidscentrum. Het is niet bekend of hij vandaag weer terugkeert. De KVP blijft werken aan de zogenoemde noodprocedure, die het mogelijk moet maken dat de partij bij de volgende verkiezingen uitkomt met een eigen kandidatenlijst, in plaats van één gezamenlijke CDA-lijst. In een verklaring zegt het KVP-bestuur dat de jongste partijraad van de ARP, in tegenstelling met het CHU, twijfels heeft laten bestaan over de verwezenlijking van één CDA-lijst. Portugal heeft de VN-veiligheidsraad opgeroepen Indonesië te veroordelen wegens agressie op Portugees Timor. Tijdens de bijeenkomst van de raad gisteravond in New York eiste Portugal verder de terugtrekking uit het oostelijk deel van Timor van de Indonesische troepen. De Indonesische VN-afgevaardigde Anwar Sani wees de beschuldiging van agressie van de hand. Indonesië kan volgens hem niet toestaan dat de rust op het Portugese deel van het eiland Timor wordt verstoord. De bestand in Libanon, waarover gisteren afspraken zijn gemaakt door onder andere premier Karami en de Palestijnse leider Arafat, lijkt dit keer succes te hebben. Eenheden van het Libanese leger zijn in Beirut begonnen met de scheiding van de elkaar bestrijdende linkse moslims en rechtse christenen. De grote hotels aan de kust zijn door Libanese militairen van de strijdende partijen overgenomen. Het weer. Eerst weinig bewolking met in de ochtend hier en daar mist. Maar later op de dag van het noorden uit meer bewolking en vanavond mogelijk plaatselijk neerslag. Tot matig en in het Waddengebied later tot krachtig toenemende wind uit zuidwest tot west. Verwachte windsnelheid toenemend 2 tot 8, in het Waddengebied 5 tot 12 meter per seconde. Maximum temperaturen van om het vriespunt in het zuidoosten van het land tot 7 graden boven nul op de Waddeneilanden. Verkeersinformatie in Limburg komt plaatselijk gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten. Dit was het nieuws.